Ik moest recht gaan zitten. Ik ben Filip Ooms. Ik ben industrieel ingenieur elektrotechnieken. En in 2014 ben ik bij Agdens Process Automation gestart binnen de afdeling Food and Fine Chemicals. Ik ben gestart als junior E&E-engineer. Ondertussen ben ik doorgegroeid tot senior E&E-projectengineer. Agdens sprak mij vooral aan omwille van de indrukwekkende grote projecten, het samenwerken in grote projectteams en de verschillende technieken die in een project naar boven komen. Als E&E-engineer ben ik betrokken bij het elektrisch aspect van elk project, van concept tot indienstname bij de klant. Als E&E-engineer werk je vooral samen met heel veel verschillende afdelingen. In het begin van een project werk je samen met de process engineers om af te stemmen welke mechanische componenten elektrisch moeten aangestuurd worden. Hierna gaan we de elektrische installatie ontwerpen, het elektrisch concept vastleggen, kabelberekeningen uitvoeren, de juiste automatiseringscomponenten selecteren en dimensioneren. Wanneer onze elektrische schema's klaar zijn, gaan we hiermee naar onze bordenbouwafdeling. Zij maken van deze schema's een elektrische stuurkast. Wanneer we onze elektrische stuurkast volledig getest hebben bij onze bordenbouwafdeling, starten we op de werf met de fieldwerken. Wat ik leuk vind aan mijn job bij Agdens, is dat ik heel veel afwisseling heb. We werken constant voor nieuwe eindklanten. Ik vind het ook heel tof om van nul af aan iets op te bouwen en uiteindelijk een hele installatie te hebben gebouwd die we in dienst kunnen nemen. En het is ook heel plezant dat we bij Agdens steeds met nieuwe technieken werken. Door deze nieuwe technieken krijgen we heel het jaar door opleidingen om steeds up-to-date te blijven. Bij Agdens is er een goede balans tussen werk en privé. Zo kunnen we bijvoorbeeld fietsen leasen, is het mogelijk om van thuis uit te werken en zijn flexibele werkuren helemaal geen probleem. We hebben ook een flex office in Brasschaat. Voor mij is dit super handig, want ik zelf woon in Brecht. Zo werk ik in de voormiddag altijd op ons hoofdkantoor in Zwijndrecht. En in de namiddag rijd ik door naar ons bureau in Brasschaat om de avondspits te vermijden. Voor mij is Agdens de place to be. Er zit heel veel variatie in je werk. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid, maar ook heel veel vrijheid. En je kan doorgroeien in internationale omgevingen.